als je een website hebt, dan verbaast mij het eigenlijk dat je je niet bezighoudt met conversieoptimalisatie. En conversieoptimalisatie is eigenlijk niets meer dan kijken en verbeteren om dus steeds meer uit je website bezoekers te halen. En in een eerdere woensdag gemakdag aflevering hebben we het al gehad over eigenlijk de conversieoptimalisatie van bijvoorbeeld bepaalde belangrijke salespagina's, dus verkooppagina's, om dus steeds meer leads te krijgen. Maar dat kun je natuurlijk op elk element op je website doorvoeren. En als je kijkt naar conversieoptimalisatie, dan heb je het ook al snel over AB-testen. En in deze woensdag gemakdag aflevering laat ik je enkele case studies zien, waarbij wij dus eigenlijk door middel van AB-testen, ik laat je precies zien, het klinkt misschien wat technisch, hoe je dat dan eigenlijk inzet. En waarmee wij dus ruim 428% in conversie gestegen zijn. Dus dat betekent meer dan 4 keer zoveel leads of potentiële klanten. Kijk je naar AB-testen en conversieoptimalisatie, waar heel veel mensen al heel snel de mist in gaan, is dat ze het op situatie doen. Dus stel ik heb 100 bezoekers. Dan geven ze hier variant A. En hier variant B. En wat je daarmee eigenlijk doet is dat je zegt van oké, ik test bijvoorbeeld een maand op pagina A. En vervolgens test ik een maand op pagina B. Hoewel het in theorie op zich een logische gedachte lijkt, weet je niet wat er in deze periode is gebeurd. Stel, het was mooie weer. Seizoenen spelen altijd een rol. Misschien heb je hier op een gegeven moment een review gekregen op een grote blog en heb je dus hele andere soort bezoekers gekregen. Of hier was je aan het adverteren en niet alleen maar met je organische positie, dus in Google, je bezoekers naar die pagina aan het sturen, maar had je ook een andere campagne. Wil je echt met conversieoptimalisatie gaan werken en dus het meeste uit je AB-testen halen, dan zeg je dus, ik pak dezelfde bezoekers. Dus dit zijn al je bezoekers. En daar komt een AB-variant. Dus een deel van die bezoekers, diezelfde bezoekers. En natuurlijk, ook daarin moet je altijd een langere periode testen. Dat zal ik ook later in de video laten zien waarom. Een deel van die bezoekers krijgt dus automatisch een variant A of een variant B te zien. Na een bepaalde periode kun je dan meten in je cijfers van welke variant werkt beter. Het mooie van AB-testen is natuurlijk hoe meer je dit doet, hoe meer praktijkervaring je hebt, hoe sneller je raak schiet. Alleen AB-testen is in principe voor iedereen weggelegd. Wat je doet, je pakt een pagina of een element op je pagina en stelt hypotheses. Wat gebeurt er als ik de tekst verander? Wat gebeurt er als ik de afbeelding verander? Wat gebeurt er als ik de knop verander? Wat gebeurt er als ik de kleuren verander? Wat gebeurt er als de afbeelding verander? Probeer met AB-testen het liefste kleine elementen te testen. In ieder geval even in het begin. Test je grotere elementen, dus meerdere elementen tegelijkertijd. Dus stel je test de afbeelding en de tekst en de knop, die verander je allemaal. Hoe weet je dan exact wat heeft geleid tot die hogere conversie? Dus stel liever meerdere hypotheses en een bepaalde meetperiode en test elke keer van welke tekst werkt nu beter. Heb je op een gegeven moment de winnende tekst bepaald? Dan ga je weer door en stel je volgende hypothese. Welke afbeelding werkt weer beter? Welke knop werkt beter? Welke kleuren werken beter? En zo ga je steeds verder en zul je zien dat je steeds verder gaat groeien in je conversiepercentage. En geloof me, als jij 100 bezoekers hebt en je hebt normaal gesproken 1%, dus dat je per 100 bezoekers 1 potentiële klant of een inschrijving op je nieuwsbrief of welke actie je dan ook bedacht hebt. En je hebt dus eigenlijk via een AB-test, wat ik je straks laat zien, je conversie verviervoudigd. Dan krijg je dus 4 keer zoveel inschrijvingen op je nieuwsbrief, 4 keer zoveel telefoontjes, 4 keer zoveel omzet, wat je dan ook test. Dus ga je sowieso mee aan de slag, want nu heb ik het over 100 bezoekers. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld 1000 bezoekers op die pagina hebt? Dat kan een verschil zijn tussen 10 klanten en 40 klanten. Nou, je kunt zelf bedenken wat dat voor effect heeft op jouw omzet en op de groei van jouw bedrijf. Kijken we dan naar de praktijk, dan zijn er talloze plugins en diensten online beschikbaar
om dus gemakkelijk eigenlijk van die AB-testen te realiseren. Dus Google even, als je bijvoorbeeld Joomla WordPress gebruikt of een ander systeem, Google dan even AB-test en dan bijvoorbeeld WordPress of AB-test Joomla. En ga dat je verschillende gratis alternatieven of relatief een goedkope oplossing kunt bedenken. En realiseer je ook dat het een goede investering is. Want als jij je conversie weet te verviervoudigen, zoals we in dat voorbeeld later in de video zullen laten zien, dan kun je zelf al nagaan wat je dus uit die investering gaat halen en welke groei jij kunt gaan realiseren. Nou, kijken we naar enkele voorbeelden. We hebben hier op een gegeven moment getest van, hey, hoe krijgen we nu meer inschrijving op onze nieuwsbrief? Nou, deze opt-in, zo heet dat dan, dus de manier waarop je kunt inschrijven op de nieuwsbrief, hebben we getest. Dus kwam een bovenste balk. Hier kwam dan het artikel onder. Dan kunnen we dan beter zeggen 126% meer klanten. Blog slimmer, gratis handboek. En dan deze knop, ja, stuur mij het handboek. Of kunnen we beter zeggen ontvang het handboek. Dus we hebben de hypothese gesteld van, hey, wat voor effect heeft die knop op onze conversie? Ga je dan kijken. En dan zie je hier dat die tweede variant een stuk meer conversies, ruim een kwart meer conversies heeft. Je ziet hier de blauwe lijn en hier de groene lijn. Dus de groene was de eerste variant. En de blauwe was de tweede variant. En je ziet dus ook dat je langer moet testen om dus eigenlijk een conclusie te trekken. In het begin werkte groen een stuk beter. En op een gegeven moment zie je dat groen zakt in conversie en dat de blauwe wint. Hoe langer je test, hoe meer data je verzamelt, hoe betere conclusies je kan trekken. Kijken we dan naar deze variant. SEO Copy Pro, schrijf slimmer. Nummer 1, handboek, gratis, claim mijn handboek. Kan ik dan beter deze variant gebruiken? Op een kleine variatie, waarbij we alleen maar gratis hebben tik gedrukt. Dus het valt nog meer op dat het een gratis handboek betreft. En wat zagen we hier? We zagen dat de dik gedrukte variant met het nog minder bezoekers 5 keer zoveel inschrijvingen opleveren. Ga dit alsjeblieft testen. Dus blijf continu hypotheses stellen. Vind je het lastig in de techniek of vind je het lastig om te realiseren? Of wil je er gewoon eens over sparren? Geef ons een belletje of een mailtje. Heb je al een webbouwer? Zorg dat je daarmee in contact komt en zorg dat je dit op poten gaat zetten. En dat je gewoon eigenlijk elke maand of misschien wel 2-3 maanden zo'n test op poten zet. Zodat je elke keer ook in je conversie kan groeien. En geloof me, je zou jezelf dankbaar zijn als je na enkele maanden je conversie hebt verviervoudigd of vervijfvoudigd. Want dat ga je geheid terugzien in de groei van je bedrijf. Nou, mocht je dit soort video's interessant vinden, zorg dan dat je abonneert. Zodat je continu op de hoogte blijft en geen enkele tips meer van ons mist. Heb je vragen, suggesties, opmerkingen? Laat dat van je horen. En heb je ideeën voor een volgende Woensdag Gemakdag aflevering? Laat dat vooral ook van je horen, want dat nemen we allemaal mee. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.